Hallo, ik ben Rob. Ik ben stadsecoloog en ik wil jullie laten zien wat voor bijzondere wilde planten we in onze gemeente hebben. Ik loop nu op bedrijventerrein T58. En die groeien deze planten. Maar heel veel bij elkaar. Ze zijn hier ook aangeplant. Dit is de gaspeldoorn. De gaspeldoorn kom je dus ook in het wild wel in Tilburg tegen, bijvoorbeeld in de oude waranden. Op heidevelden horen ze ook van oorsprong thuis, schrale grond. Nou, hier op het bedrijventerrein zijn ze met heel veel bij elkaar aangeplant. Dat is eigenlijk wel heel goed. Want die gaspeldoorn is een super mooie plant. Ook een heel waardevolle plant. Kijk, het is januari, hartje winter. Misschien gaat het binnenkort nog wel eens een keer vriezen. Maar die plant die staat gewoon hier volop te bloeien. Die gele bloemen lijkt op de brem. En daar is het ook familie van. Alleen, ze hebben hele scherpe dorens. Eigenlijk hebben ze niet eens gewone bladeren, alleen maar dorens. En die gaspeldoorn die staat nu in bloei. En als je dus insect bent en je komt net met een warme weer uit je winterslaap, ja, dan is het wel super mooi dat die plant hier nectar en stuifmeel voor je klaar heeft staan. Dus stel dat je nou thuis een tuin hebt en je denkt, wat zal ik er eens in gaan zetten? Geen tegels natuurlijk, zet er planten in. Probeer ook eens die gaspeldoorn. Je kunt ze ook gewoon in het tuincentrum kopen. En je ziet het, ze geven prachtige bloemen. Nu in januari, maar ook in maart, april. Soms ook wel met kerst. Kunnen struiken worden. Als je ze snoeit, kun je er ook een heg van maken. Heel handig als je ruzie hebt met de buren. Ze komen zeker niet binnen. Vroeger werden ze ook wel als veekering gebruikt, dus rondom weilanden in plaats van prikkeldraad. Hij staat hier prachtig bij als Tilburg. Ja, als gemeente proberen we natuurlijk zoveel mogelijk inheemse planten ook op bedrijventerreinen en woongebieden neer te zetten. Dat is gewoon heel belangrijk voor de biodiversiteit. Daar doen we het met z'n allen voor. Nou, volgende keer ga ik jullie weer een andere plant laten zien. Dus over een paar weken zien jullie weer iets van mij. Tot ziens!